Aan de Linnaeusstraat in Amsterdam, dat is de straat die grenst aan dit Oosterpark, werd Theo van Gogh vermoord. En daarom wordt er vandaag een standbeeld onthuld in het Oosterpark voor Theo van Gogh. Nou is dat natuurlijk weer een hele saaie bedoeling met Job Cohen, maar Hans Teeuw is erbij. En dat betekent maar één ding, gratis cabaret in het Oosterpark. Waar jij altijd wachtte, 's nacht en altijd wachten zou. Ik nodig nu de zusters van Theo uit om de schreeuw te onthullen. Minister Donner kondigde een kleine 2 weken na de moord op Van Gogh aan dat de wet tegen smadelijke godslastering weer eens van stal gehaald moest worden. Een prachtig 1-2'tje van de minister met Mohamed Bouyeri, zonder wie dit beeld er niet was geweest, maar die er helaas vanmiddag door detentieverplichtingen niet bij kan zijn. Jammer. Ik heb best wel vaak gehoord van mensen die zeiden, Theo had het toch wel aan zichzelf te danken, want wat die er allemaal uitflapte, zeg. Mensen betichten van dierenseks. Nou, werkelijk. Als iemand mij zou betichten van dierenseks, ik zou me echt betrapt voelen. Dat is iets tussen mij en mijn snoek. Mijn snoek Ali. Het kwetsen van gelovigen, dames en heren, dat moet toch echt... Dat doet zo'n verschrikkelijke pijn als mensen tot in het diepst van hun overtuiging gekwetst worden. Door een tekening, bijvoorbeeld. Dat is niet te doen. Een mes in je buik is er niks bij. Dan is het nu tijd voor een lied. Schitterend lied, al zeg ik het zelf. Het zou misschien kunnen zijn dat er mensen zijn die zich door dat lied gekwetst voelen. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Ik heb niks tegen gelovigen, ik heb niks tegen christenen, niks tegen moslims, ik heb niks tegen negers, niks tegen blanken. Het enige waar ik iets op tegen heb, zijn de Joden. Nee, ook niet trouwens. Nee, die kunnen tegen een grapje. Zij wel. Daar gaat hij dan. Zet God op de bot, stop de profeet waarin je reed en dans voor het vrije woord. En als je dan wordt doodgeschoten, heb je van dit lied genoten. De een die wordt verdreven, de ander wordt vermoord. Hiep, hiep, hoera, het vrije woord. Christenhondigheid en leukers, iedereen doet mee. Jezus en Mohammed op een openbare plee. Nee, ik mag niet kwetsen, mijn excuses en ik zal voor straf me laten pijpen door de meiden van halal. Het vrije woord gaat nooit verloren, al gingen de vogels om je oren. Maar als zo'n baard me dood wil schieten, hoop ik dat hij mist. Want ik ben een bon vivant, ik ben geen zelfmoordterrorist. Heb je dat moeilijk echt te raken als je bereid bent af te slanken? In die zin had Van Gogh het allemaal aan zichzelf te danken. Dat is nog een regel. Te denken. Dat was de leukste, daar zat iets van vergeving of zo. En de zon schijnt, dames en heren. Dankjewel, Theo. Sorry, burgemeester, dat ben je hagelijk. Wat nog meer? Mijn dvd's zijn nog steeds verkrijgbaar bij de betere dvd-handel. Ik had nog iets. Vrije woord. Moord. Je raakt 2 zinnen kwijt op de belangrijkste dag van het jaar. Ja, dat was erg, hè? Ik zit nu nog steeds te dubben wat het was, maar het refrein was goed. Hoe belangrijk is dit? Het is standbeeld. Ik ben niet zo belangrijk, denk ik. Niet zo belangrijk? Nee. Maar het is wel een heel mooi standbeeld. En waar het over gaat is belangrijk. Maar ik vind het een mooi standbeeld. Ik weet niet hoe belangrijk is kunst. Ja, best wel belangrijk misschien ook wel. Ik weet het niet zo goed. Nou, was jij een hele goede vriend of de beste vriend van Theo? Nou, dat weet ik niet. Maar ik was een goede vriend, ja. Hele goede vriend, ja. Nog altijd verdriet? Ja, tuurlijk, ja. En waar uit dat zich in bij jou? Ja,
je voelt het en je mist hem en je hoopt dat hij er, ja, je wilt dat hij er eigenlijk weer is, maar dat is niet zo. Maar toch ga je... Het gaf me, het was wel mooi dat ik zonneschijn had, hè? Ja. Dat was toch, ja. En Cohen niet. Nee, die stond in die regen. En dat betekent? Dat betekent dat God ook atheïstisch is misschien. Wat had Theo hier nou van gevonden? Als jij kent hem goed. Volkomen belachelijk. Belachelijk? Theo had dit volkomen belachelijk gevonden. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En waarom? Nou ja, onzinnig om hier aan... Ik vind het een prachtig beeld, laat ik dat eerst zeggen. Ik vind het echt een meesterlijk beeld. Maar dat komt omdat het een beeld van Jeroen Henneman is. Maar om het standbeeld voor Theo te hebben, dat vind ik idioot. Ik zie dit ook veel meer als een standbeeld voor de vrijheid van meningsuiting. Tot zover de onthulling van het standbeeld voor Theo van Gogh, oftewel de vrijheid van meningsuiting. De naam is De Schreeuw en zojuist heb ik van Theodor Holman, de beste vriend van Theo, al gehoord dat er alweer een nieuw standbeeld aankomt. Even luisteren. Nou, de camera staat weer voor je te dringen. Je bent weer even popster. Ja, dat heb je als je... Ik hoop maar dat Hans ook binnenkort... vermoord wordt, want dan ben ik nog jaren populair om over hem te hebben. Ja, dat ben je toch al. Ja, dat is hier al.